We reizen naar de Noordpool, op expeditie naar de Noordpool. We zijn al overal ter wereld geweest met onze scheve schuit, maar nog niet op de Noordpool. En waarom gaan we naar de Noordpool? Omdat we daar... We hebben in oude piratenboeken gelezen dat er een ijspaleis staat. En daar woont kapitein IJsbaard. En die heeft een schatkist en die willen wij zo graag openen. Want die zit gevuld met roomijs. Het lekkerste roomijs van de Zeven Zeeën. En dat willen wij natuurlijk allemaal proeven. En dat roomijs, dat smaakt naar wat je maar wil. Maar die kist krijgen we niet open, want daar zit een betovering in. We moeten hem laten lachen. We moeten kapitein IJsbaard aan het lachen brengen. Dus we hebben de hulp van alle piraatjes die komen kijken nodig om die schatkist te openen. Dus het wordt een heel interactieve show met de zaal en heel spannend. Oh, Berend, ik ken een goede manier om het snel warm te krijgen, hoor. Ah, ja. Maar ja, wij moeten een beetje bewegen, Berend. Ja! We gaan met z'n allen dansen en zingen, en Berend. En alle piraatjes in de zaal, die mogen allemaal mee dansen en mee zingen. Yeah. De enige echte Piet-Piraat-Liedje. Piet-Piraat, Piet-Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. De scheve schuit, waar wij alle dagen uit. Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat. Jullie staan in Heerschoudenberg, maar er zijn nog andere voorstellingen gepland, zeker? Ja. We doen veel plaatsen in Vlaanderen. We zijn al in Brugge geweest. We staan vandaag in Heerschoudenberg. We gaan nog naar Mol. We zitten nog in Leuven, Kortrijk. We zijn ook in Hasselt gisteren geweest. We zitten ook nog in Leuven, Kortrijk, Oostende en Antwerpen. En in Antwerpen zijn er twee extra voorstellingen opengegaan, in verkoop gezet, op woensdag 17 april om 14:15. Omdat alle zalen stampvol zitten, hebben we gedacht van we gaan nog één dag extra spelen, twee shows. Dus de 17e april. Goed begrijp. Die kist gaat pas open als wij u laten lachen. Dat heb je goed begrepen, mevrouw Stien. En heb je al eens geprobeerd met kittelen? Met kittelen? Ja. Ik speel kapitein IJsbaard. En een leuke rol blijkbaar, toch aan je baard te zien? Je ziet er leuk uit misschien, maar het is geen leuke man. Hij kan niet lachen. Dat is zijn probleem. En dat is belangrijk dat men hem doet lachen. Zal men daarin slagen? Kom en kijk naar Piet Piraat. En hoe vind je het zelf als acteur om mee te doen met Piet Piraat shows? Het is niet mijn eerste keer dat ik voor Studio 100 werk. Het is altijd een belevenis, het is een feest. Megamindie gedaan, K3 gedaan en zo meer. En ik weet dat die producties altijd professioneel wel verzorgd zijn. Ook een bijzonder goede de sfeer onder de acteurs, nu met dit theaterploegje hier. We zijn echt goede, echte vrienden geworden door deze productie. Dus dat is al meegenomen. En dan is het uiteraard voor mij nog eens een kans om in het theater te staan dat ik zo lang heb moeten missen. Op een paar voorstellingen na, musicals na. En bovendien ook nog eens voor de allerkleinsten onder de kleinsten, met de ouders erbij. En het is iedere keer een theaterfeest. Maak het graag mee, hoor. En is het nu zwaarder acteren voor theater dan voor tv? Och nee, dat is een beetje meer. Kijk, vroeger was het wel een grote verschil, maar nu hebben wij gezien dat het ook muziektheater is en dat het doorspekt wordt met liedjes die dan door de microfoon klinken. Laten we de stem continu door de microfoon klinken om geen niveauverschil te hebben. En dat is gewoon op kamertemperatuur spreken. Natuurlijk, je spreekt een beetje vanuit je personage. Het is een beetje luider en broer. Maar dat moet je dus eigenlijk voor tv en voor de zaal sowieso altijd doen. Een personage maken. Ik word alleen maar moe van liedjes. Ik word heel moe en ik wil gaan slapen. Dus het wordt tijd dat jullie ook weggaan. Het wordt al donker.